Ladies and gentlemen, would you please welcome firstly the PDC Unicorn World Youth Finalist. Time to meet Rapid Ricky Evans! Gentlemen, five times a major finalist. Time to meet the Rocket, Ronnie Baxter! Het is 16 december 2013. We gaan verder met de eerste ronde van het WK Darts 2014. En die eerste ronde zal nog wel even duren. We beginnen vandaag ook, zoals bijna altijd dit WK te doen gebruikelijk, met een partij uit de eerste ronde. Hierna komt dan een partij tussen twee voorronde deelnemers, maar hier staan Ronnie Baxter en Ricky Evans. En zij gaan de partij best of five sets spelen. Aardig verschil in leeftijd. Baxter is 52, Evans is 23. En het is de 23-jarige uit Kettering die begint. Ja, en ik zou zeggen, ga goed zitten, want dit zal snel gaan. Baxter weten we, is een snelle speler. Evans, de snelste speler misschien wel van allemaal. En dan is hij nog langzamer geworden de laatste paar jaren. Hij is de snelste speler. Ja, maar hij is nog langzamer geworden. Hij was nog sneller. Hij schoot sneller dan zijn eigen schaduw, zeg maar. Rapid Ricky heet hij al. Die bijnaam heeft hij aan het vorige toernooi overgehouden. Dus we hebben afscheid genomen van Swampy. Ja. Nou, bij deze. En Rapid Ricky is on fire in het begin al meteen. Ricky requirement 145 voor Evans. Dat is de enige. Als die eerste ver weg zit, dan is hij zo snel dat hij ook heel moeilijk kan herstellen. Nog meer dan bij andere spelers is de eerste dart van Evans van groot belang. 70. Ricky require 100. Triple 15 en tops voor Evans. 80. Nee. Ronnie, you require 150. En dus een klein kansje voor Ronnie Baxter om Evans toch te breken in de eerste leg, maar dat kansje is weg. 100. Ricky, you require 20. En dan vindt Evans uiteindelijk de dubbel die hij nodig heeft. Game on.
En houdt hij dus zijn eerste leg. Evans, de finalist op het jeugd-WK dit jaar, verloor van Michael Smith. Die finale die gespeeld werd op de... Was het de finale avond van de Premier League? Hè? Ja, zeker. Tussen de halve finale en de finale. En Baxter die nog altijd wordt aangekondigd als five-time major finalist. En dat is hij natuurlijk ook. Ook al was zijn laatste grote finale inmiddels alweer een aardig tijdje geleden. Na 2002 niet meer in een finale gestaan. 140. Maar dan staat er nog altijd Baxter. 140. Ook al heeft hij dan de laatste jaren ook steeds minder aansprekende resultaten bereikt. Dubbel 16 voor Evans. Ja, en je moet niet te veel met je ogen knipperen, want dan is het gedaan. Ja, je merkt ook aan Baxter, die zakt ook langzaam maar zeker die wereldranglijst af. Niet met je ogen knipperen, Jacques. De tweede al voor Evans. 54. Staat tegenwoordig al op plek 19 Ronnie Baxter. En het is nog niet zo heel lang geleden dat Baxter nog in de Premier League speelde. Het kan dus snel gaan. 95. Dat is een mooie in dit verband, het kan snel gaan. Wanneer was het een van de vorige toernooien dat we hem timeden op 5 seconden per beurt, Evans? Ja. Van Gerwen op 6 en Van der Voort op 7. Zoiets was het, ja. 46. Voorlopig veegt Evans de vloer aan met Baxter, die absoluut niet bij kan blijven. 93. Ja, die is nog niet van de hockey afgestapt, of hij moet er alweer naartoe. Dat is ook even schakelen natuurlijk, hè? Evans, 69, dus naar beneden en dan naar dubbel 6 toe. Ja, ook de cameramensen zullen heel rap moeten zijn vandaag. Baxter naar triple 19. Nee. Nou, dan is hier de winst in de eerste set in de maak, zou je zeggen. In een no-tempo, Ricky Evans, 3-0. En Baxter haalt de wenkbrauwen eens even op. Ja, het is nu al klaar met die eerste set. Nou, eens kijken of Ronnie Baxter een beetje bijgekomen is van die wervelwind die er over het podium ging in de eerste set. En die er ook op zeer zelfverzekerde wijze vanaf wervelde toen die set helemaal afgelopen was. Ja, inderdaad. Zag daar inderdaad zelfverzekerd uit. Maar ja, Baxter, ik bedoel, 79 gemiddeld over de eerste set. Dat is ook wel onder het niveau. En dat moet ook zeker beter kunnen. Maar ja... Baxter is inmiddels natuurlijk ook een beetje op leeftijd. De diesel heeft wat tijd nodig misschien om warm te worden. De vraag is hoeveel tijd hij krijgt. Evans liet in de eerste set een gemiddelde van 94 noteren. En was 3 uit 7 op zijn dubbels. Jongen, dat is al goed te gooien hoor. Aan dubbels is Baxter nog niet toegekomen. Maar Baxter heeft wel zijn zinnen gezet op deze leg. Eerst Evans voor 121. Die begint met een dribbel 20, dan gaat hij naar de 11 en dan een dubbel 14. Evans net aan de binnenkant. Wat scheelt het?
Die dacht dat hij erin zat. Hij zit er wel dichtbij. En ook de ogen gaan wat achteruit op die leeftijd natuurlijk. Zat hij van Evans net ook. Maar dit kan hij van die afstand wel zien. Nog een kans om te breken dus voor Ricky Evans. En dan heeft hij 4 legs op rij gewonnen. En dat is nu een feit. What a lineup, Fulton! What a lineup, Fulton! Als je goed kijkt naar Evans, het vergt nog kunst hoor. Dit is de eerste keer dat Baxter 180 gooit. En het vergt kunst, daarmee bedoel ik, als je zo snel gooit, die pijl uit je hand pakken, die arm goed zetten, dat is gewoon een machine bijna. Hè? Ja, veel sneller dan dit kan het ook niet, volgens mij. 62. Ricky require 170. Ja, 170 kan dus ook snel. Nee, dat lukt niet. Maar boem, boem, boem. Jongen. Ricky Evans. Maar Baxter. Mist. Breekt niet terug. Ricky require 65. 25 eraf. En zijn 8. Nee, zijn 8. 17 net tops. Ik zag hem er zo in zitten, zeg. 25. Had dus een extra pijl nodig. 25. Nou. Huh? Dat was toch een dubbel 16 volgens mij. Nou ja, ik denk dat ik wel weet waar het euvel zat. In de vorige beurt. Kolde Russ Bray 10 punten te weinig. En dat betekent dat er op het schijfbord, het officiële schijfbord, 35 stond er, geen 25. En dan klopt hij wel. Goed, Baxter dus ook op het scorebord en nog wel via een break. Ten nadele van Ricky Evans. 60. Ja, Baxter begint wel langzaam op stoom te komen nu ook. Ja, Brady wil het toch allemaal even 3 keer checken voordat hij wat roept tegenwoordig. Gelijk heeft hij. Tops voor Baxter. 56. Nee. Ricky en dus Evans voor 112. Triple 19 voor Tops. Nee. Maar het gaat razendsnel. Ronnie require 20. Dubbel 10 voor Baxter om voor het eerst in de set op voorsprong te komen. Het lukt niet. Dubbel 12 voor Evans om de derde break van deze set te realiseren. In 3 legs. 12 score. How do you require 10? Aan de binnenkant gerooid. Zo. Dit was ook aan de binnenkant. Is dichter bij triple 2 dan dubbel 2? Evans weer naar dubbel 6. Evans naar dubbel 3. Evans naar dubbel 3. En dan moet dit de basis zijn voor de 2-0 voorsprong in sets. En hij hoogt de basis nog wat even op met zijn derde 180 scoren. 100. Ja, Baxter inmiddels 1 uit 10. Op de dubbels. 100. Dat is niet best. Evans 5 uit 16, ja. Scoort beter, finisht dan ook nog beter. Dan wordt het een hele makkelijke optelsom. En gaat Baxter toch echt een probleem. Baxter die
zijn eerste televisietoernooi speelde, de Winmar World Masters in 1988. Haalde de kwartfinale, 1988. Ja, 2 jaar voordat Ricky Evans geboren werd. Evans 121, die gaat als een raket door. Ja, dit is niet bij te houden voor niemand niet. Ik vind dat de cameramensen tot nu toe fantastisch werk doen hoor. 85, Ricky Require 32. Baxter niet op een uitgooi, dus 2-0 in sets. Schrijf maar van slop. 16. Die gaat te komen in de volgende beurt van Ricky Evans, normaal gesproken. Baxter blijft hangen op 108. En daar is de 2-0 voorsprong in sets. Voor Rapid Ricky. Ricky Evans heeft naast het winnen van de eerste set in een noodtempo ook nog eens de tweede set afgepakt van Ronnie Baxter met 3-1. Is nu weer begonnen aan de derde set. En als hij deze ook nog wint, dan is hij hoppakee door naar de tweede ronde. In recordtempo in ieder geval. Want dat gaat het in ieder geval. Ja, dan als hij met 3-0 sets wint, dan zou dit wel eens de snelste wedstrijd over best of 5 sets kunnen zijn die er ooit geweest is. Ja, zou zomaar kunnen. Ik ben redelijk met cijfertjes, maar niet zo goed met een stopwatch. Dus je hoeft het aan mij niet te vragen, ik weet het niet. En met die pauzes ertussenin vind ik het sowieso al lastiger rond de time. Vroeger, nou ja, op Lakeside weet ik nog, 23 minuten was het geloof ik. Tussen Clarijs en Van Barneveld ooit. Dat was toen een record, ja. Gaat naar Bullseye toe, Evans. Ah, die gooit hij net niet. En Baxter, die heeft nog geen moment er echt in gezeten. Dubbel 4. Oh, hopsakee. Zit er ook weer in. Hebben dus 8 legs gehad. 7 daarvan gingen naar Rapid Ricky. Ja, goed, er komt ook een moment dat Rapid Ricky eraan gaat denken dat hij hier de eerste ronde van het WK gaat overleven. Zou het? Ja, dat zagen we gisteren ook aan Big John Henderson. Het overkomt ze allemaal. En Baxter blijft wel natuurlijk gewoon een ervaren man. Die heeft op dit soort podia al 100 keer gestaan. Die weet wat er moet gebeuren. Ja, in dit tempo gaat het wel heel erg makkelijk voor Evans. Baxter moet in ieder geval zijn eigen lekkie houden, dat is duidelijk. Met 6 darts voor 161. Nee, helemaal niks. Ik kan het zelf niet geloven. Het gebeurt toch echt. En hier komt Evans. Laat 100 staan. Nu heeft hij 3 darts voor 131. Kan wel, hè. Dubbel 16. Baxter. Maar ook dat valt er dan niet in. En dan kan Evans het hier in principe al bijna afmaken als die triple 20 een tops gooit. 2 keer tops? Ja, ik denk het wel, want hij staat opzij. 2 keer tops wilde hij, maar dat lukt niet. En dan is daar Baxter, die net als in de vorige set op 1-1 komt. Maar toen was het ook wel meteen afgelopen voor Baxter. 97.
Hij laat zich in ieder geval goed zien hoor, Evans. Oh. Het komt natuurlijk voor hem perfect uit dat hij zich plaatste voor die Grand Slam of Darts. Daar heeft hij 3 partijtjes kunnen spelen op topniveau. Kunnen wennen aan het grote podium. Speelde daar onder andere tegen Van Barneveld natuurlijk. Maar ook tegen King en O'Shea. 16. Voor alle 3 de wedstrijden, daar gaat het verder ook niet om. Maar ja, de eerste is tegen Van Barneveld, 89 gemiddeld. Tegen King 97 bijna gemiddeld. Tegen O'Shea 96 gemiddeld. Ja, nu staat hij ook weer tegen 94 te gooien. Dus dat is prima. Maar Baxter blijft hangen op 87. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat Evans in de tweede ronde revanche kan nemen op King. Want dat zou eventueel de tweede ronde tegenstander kunnen worden. Moet King natuurlijk later op de avond nog wel van Darren Young zien te winnen. Dat is ook niet zomaar gebeurd. 100. Ja, kans voor Baxter. Hij moet hem een keer breken. Triple 20 voor dubbel 14. Nee. 59. Ricky requires 60. 1 pijl over. 40. Ricky requires 40. Nou, gaat Baxter nog een keer proberen om voor het eerst in een set de voorsprong te pakken. Via dubbel 8. 32. Ricky requires 20. Dit is misschien het moment waar jij het over had, Jacques. Toch niet? Nou, het zijn wel de eerste tekenen hoor. Want er komen nog meer van dat soort momenten. Ja, of misschien nog maar 1. 100. Hey, ondertussen Baxter, Jacques. Ja. Hij blijft wel doorgooien. Hij heeft niet zoiets dat hij verschrikkelijk bij de pakken neer gaat zitten of zo. Doet Baxter nooit. Blijft altijd lachen. Daar zie je weinig aan. De strijd bij Baxter speelt zich intern af. In het lichaam. Die toont weinig. 59. Of in het hoofd. 140. Nou, eerst maar eens 2-2 maken. Dat zal dan zo meteen moeten gebeuren. 59. Of misschien zelfs nog in de leek daarna. Of in de beurt daarna. Inderdaad. 39. What do you require 102? Twee dus. Manu. Ja, het gemiddelde van Evans is wel heel snel omlaag gegaan hoor, in de laatste paar legs. Hij zit nu nog maar op 87 gemiddeld. Maar vindt hetzelfde als Baxter. Kijk aan. Baxter moet deze leg winnen. Evans weet dat ook. Dit is wel een lekkere 180 hoor. Kan niet anders zeggen. Maar Baxter ruikt dat het nog niet voorbij is misschien. Tjonge, oh, jongen, nog maar 1. Dat dan niet. Maar wel een finish voor Evans. Die gaat ze gooien voor de wedstrijd. 100. En Baxter laat 131. Ook niet 1, 2, 3 gebeurd. Gaat het wel proberen. 110. Nee. En Evans krijgt 3 darts. 57. Voor de wedstrijd. En toch ook weer een grote verrassing op papier. Evans. Zo, dat is een stukje daarnaast zeg. En dan naar dubbel 6. Ja, precies op tijd waren we bij de dubbel 6. Grote dank aan cameramensen en regie. Ze hebben het ook hierbij kunnen houden.
Ricky Evans wint met 3-0 in sets van Ronnie Baxter. 3-0, 3-1, 3-2.